is mooi om de uitzending met een kuch te beginnen. Mooi statement. Dank je. Nou, zeg, wacht even. Ja, nee, het is een... Jij bent helemaal niet Gerard. Dat klopt, inderdaad. Die heeft een of andere gala gehad... waar jij volgens mij ook geweest bent vanmiddag, meneer... Ja, maar dan weer een andere. Anders waren we samen geweest en... Maar het is zo, ik was vanmiddag bij de uitreiking van De Ring voor de radio... en Gerard is bij de tv. Die draait dus vanavond de plaatjes daar. Die staat wel door de microfoon heen te praten en die zegt... kijk eens met wie ik niet ben. Ja, dus ik ben wel samen, maar vanavond niet... Nee. Maar dat is wel heel erg leuk, want tegenover mij zit Paul Rabbering... in plaats van Gerard. Jij kan dit echt te goed, dit spelletje. Ik moet elke keer wat van je leren, meneer... Dat bedoel ik. Het valt best mee. Het gaat zo gesmeerd. We zouden samen best wel kunnen zijn. Mag ik even één ding aan het begin van deze show zeggen? Jij wel. Onze producer, Domien, die heeft een bieropener aan zijn sleutel hangen. Nee. Dit begint goed, Paul. Zet mijn sleutel. Elke keer als ik hier kom, dan zeg ik met een aansteker. Met je trouwring of je tanden. Ik heb geen... van die drie heb ik niet. De hefboom. Of zal ik je gewoon een biertje geven met de aansteker? En dan maak ik die van mezelf alvast open en dan zien we wel wanneer jij eruit komt. Dat is helemaal niks, joh. Dan sta ik je morgen op de aansteker. Vinger eronder. Waaronder? Nee, ik maak hem even met jouw bieropener open. Vinger waaronder? Nou, je zit hier, zeg maar, je hand draaien om de hals van het biertje. Dat je hem echt met je in je vuist hebt. Ja. Dan stop je de aansteker op halverwege je wijsvinger, als het ware. Ja. Begrijp nu dat je de muziek gaat verlengen omdat je verwacht dat het niet binnen 5 seconden gaat lukken. Klopt. En dan zet je de aansteker met de onderkant tussen de dop en je vinger. En dan wip je hem in één keer eraf. En als je de goede doet, dan hoor je... Ja. Ja. Nou, daar komt hij, hè? Ik ben reuze benieuwd. Ik ook. Oh. Dit wordt helemaal niks. Ai. Maar, Paul. Wil je een slokje van mij? Nee. Oh. Hoor je dit? Het is weekend! Nee, want daarvoor wil ik ook nog even bedanken. We hebben echt allereerst complimenten voor de catering. Want we hebben namelijk nieuwe chips. Oh, is nieuwe chips? Ja, normaal gesproken hebben we gewoon alleen maar de aardappelschijfjes, zal ik maar zeggen. Nu hebben we leuke vormpjes. Waaronder die gedraaide vormpjes waarvan Paul Rabbering dacht... kom, laat ik die eens lekker in mijn neus stoppen. Nou, hartstikke leuk. Dat was net te zien op de webcam. Iedereen helemaal lachen, gieren en brullen. Maar wat doet die lul vervolgens? Zo, hop. En dan gooit ze weer in de schaal. Dus bij deze eventjes... Attentie, attentie. Eet u alstublieft alleen maar de andere chips. Dank u. Maar we zeggen niet tegen Ellen Clark welke schouder ik ermee gedaan heb. Nou, die komt vanavond inderdaad. Daarmee gelijk de gast van vanavond aangekondigd. Ellen Clark is in de studio. Dat is nu al fijn. Tenminste, hij komt zo meteen in de studio. Nou, we waren dus druk bezig met... De wildblik. Ja. Hallo, met de radio. Hallo. Met wie? Met Patrick. Patrick! Goedenavond, heren. Hallo. Wat leuk trouwens dat ik Paul toevallig tref. Hoezo? Nou ja, ik denk ik ga even verhalen over mijn weekend. En dan vindt Paul het altijd wel leuk als het over popquizzen gaat en zo. Oh nee, ja, maar nu is het, ik zit echt zo middenin. Nee, dat wil ik nu horen ook. Popquiz, vertel, vertel. Nou ja, mijn weekend is gisteravond al begonnen met een fantastische popquiz in het Noord-Hollandse Alkmaar. Oké. En ja, ik werd helaas tweede. Maar ja, het was ook wel tegen de kampioen van Nederland dat ik moest spelen. Oh, dus je zet je goed, zelfs nu in een goed daglicht, begrijp ik, door dat te zeggen zo. Ja. Is er echt een Nederlands kampioen popquiz? Nee, maar je hebt gewoon de nationale popquiz natuurlijk. Ja. Volgens mij doen jullie er ook wel eens aan mee. Nou, niet aan de nationale. Ik doe wel eens in Utrecht mee inderdaad, in Tivoli, in de zaal. Oh, ja. Ik begrijp het al. Dus net als met boksen, allemaal verschillende bonden en competities. Ja, denk het. Ik weet niet, ik geef gewoon antwoord als mensen vragen stellen eigenlijk. Ik weet niet of dat dan ergens aan vast zit. maar nummer 2, dat geworden is toch helemaal niet zo heel slecht, Patrick? Nee, vorige week heb je me nog verslagen met het popduelpaal. Ja. Dus eigenlijk ben ik dan die nummer 1. Juist! Nee, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was dolblij dat ik van je won, want dat was echt een moeilijk popduel wat Koen en Sander even voorbereid hadden. Oh, de Koen en Sander show, oké. Ja. Was heel gemeen. Ja, het was zeker pittig. Hey, volg je ook een beetje DJ-duel wat Paul speelt, Patrick? Ja, nou, wie is je favoriet? Ja, zeg hem. Nou, ik ben bang dat het finale tussen Ekema en Veenstra gaat als die elkaar niet onderweg al tegenkomen. Mmm.
Nee, ze komen elkaar onderweg niet tegen. Nee, ik moet maandag moet ik weer tegen Giel, maar daar heb ik vorig jaar ook van verloren. Ja. Wie maakt ook weer die remix van Missy Elliott en Former People, Michiel? Hallo, met radio. Hallo, met Gerrit. Gerrit? Oeh. Met Gerrit. Gerrit! Welkom, Michiel. Nee, Gerrit zei je toch? Dank je, Gerrit. Gerrit, wil je radio even uitzetten? Dat is al eerst, want je maakt een beetje een herrie. Ah, kijk. Zo, Gerrit. Goedenavond. Hoe is het met je als mens? Mager, gezond en arm. Ik haal er niet echt een lekkere weekend-vibe uit. Nee. Zou je ook niet alleen je radio, maar ook je telefoon uit kunnen zetten? Nee, ik voel me goed. Mijn weekend gaat nu beginnen. Ik heb net de taxi op slot gedaan en ik vind het allemaal goed. Dat is veel beter. Ja. Wat ga je doen dit weekend dan? Om het plat te zeggen, bier zuipen en kut roepen. Ja! Het is vrijdagavond en Nederland maakt zich klaar voor 2 dagen lang bier zuipen en kut roepen! Everybody look around, good. Cause there's a reason to rejoice, you see. Ben jij nog wie die vogel verschrikken was hier? The Voice Lift! Ja! Dames en heren, jongens en meisjes, u zit er middenin in de... The Voice Lift! Ja. Nou, heel simpel recept, we hebben een bekende stem. Verbouwd. En hoe? Nou, het is onwaarschijnlijk wat voor effect hier weer over hangen gaan. Wil je het even horen? Want dit is echt... Vreselijk. Hij is pittig, hoor. Nou, appeltje eitje, zeg ik. Nou, tweede variant, voor de duidelijkheid. Ik kan alleen maar één ding zeggen. Ik blijf je af en toe bellen, maar als het zover is, wil je dan aan me denken. Ja, dus inderdaad, jij doet dus een apparaat bij je stoel. Maar inderdaad van die mensen die hun stem kwijt zijn, die dan een apparaatje op hun keel zetten en dan zo praten. Zo klinkt dat inderdaad. Beetje dat idee. Nog één variant? Zullen we het al in proberen met iemand? Ja, maar je hebt nu al wel kunnen horen wat ze zei, dus wat die zei, dat is ja... 09091336. Hallo, dit is Extra Weekend. Hallo, dit is Bob Ros. Bob Ros? Ach, niet weer. Bob Ros, je gooit echt al je beltegoeden tegenaan. Ik hoorde je vanmiddag ook al bij Koen en Sander. Ja, ik heb geen beltegoed, ik heb een abonnement. Oh. Ah, nee, dan maakt het niet uit. Nou, weet je, als het je echt gereed uitmaakt, zetten we nu in de wacht. Dan komen we voor een half uur bij je terug. Als je nog steeds hangt, mag je weer een plaat aanvragen. Ja, is goed. En dan keer wat anders dan Juan Luis Guerra met La Borja Rata. Ja, boy. Oh, nee, niet die, hè. Ja, is een mooie plaat. Hebben ze die echt gedraaid? Mooi, man. In Amsterdam, zo. Ja. Extra Weekend, goedenavond met Michiel en Paul. Goedenavond met Dirk. Dirk! Daar heb ik een plastic tas van. Hoe is het bij jullie, jongens? Ja, ik heb er een van Bas. Oh ja? Dat is toch hetzelfde eigenlijk. Oh, dat is ook heel grappig. Vandaag. Dirk. Ja, wat doe je op deze vrijdagavond? Eigenlijk een beetje bijkomen van de week. En mijn eigen voorbereiden op mijn eigen radioprogramma. Dus, Kijk, wat doe je voor radioprogramma? Nog geen, maar daar kan ik... Ben je het al een jaar aan het voorbereiden? Ja, heel goede voorbereiding. Die openingstekst, dat wordt me er eentje. Ja, precies. Ik zou zoiets doen als luisteraars. Hallo. Nee, komen, weet je al met welke plaatje je gaat beginnen als je ooit je eigen programma hebt? Nou, ik denk iets waar goed bij me past. Creep van Radiohead of zo. Nou, oké, maar dan wil ik eventjes horen. Creep van Radiohead, hoe het ook klinkt, hè? Ja. Dus dan hebben we Creep van Radiohead. En dan heb jij echt al jaren nagedacht over de allereerste tekst. En die luidt... Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht, joh. Ja, dan ben je aan het voorbereiden. Is dat nou voor voorbereiding dan? Ja, daar moet ik nog mee beginnen. Daar wou ik vanaf mee beginnen, joh. Heb je wel een jingle of zo met je eigen naam? Nee. Heb je cassette recorder er klaarstaan? Het is in een heel vroeg stadium. Dat doen we er een, hè? Daar komt-ie. Oh, wacht even, ho. Ja, nee, dan moeten we dan eventjes goed echt... Hoe heet je van achteren, Dirk? Van de Bigelaar. Okay. Dirk van de Bigelaar. Die is mooi. Oh, mooi. Komt-ie, hè? Ja. 1. Ja. Wij zijn ook maar aan het oefenen, hoor. Ja. Dirk van Bigelaar. Ja, hij is super. Ik heb hem op cassettebandje staan. Ja? Wil je nog gokken wie het was, Dirk? Of zeg je... Nou, ik hoef niks te winnen. Wat zei je? Of je nog... Paul. En of je nog wat wil winnen. Maar dat kan nou niet meer. Ik wou eigenlijk eerder Michiel een keer laten winnen. Waarom? Ja, Michiel heeft een keer van mij verloren in een popduel in het Rapstra Weekend. Echt waar? Ben jij dit die Dirk van maanden geleden? Ja, echt, dat is het begin van het jaar. Oh, wacht, ik hoor het nou ook al wel.
Dirk van Bichelaar. Ja, zie je. Precies. Zullen we even één poging doen? Ja, het moet toch een keer lukken. Ik bedoel, de hint mag duidelijk zijn nu. Hallo, met radio. Bob Ros. Hangt hij nou nog? Ja, dat is goed. En het half uur is er niet voorbij. Bob, nee. Kom er zo bij je terug, hè? Tot 35 minuten. Oh, hallo, top. Dames en heren, Ellen Clark live! No sign of improving. We're like a song that I just ain't grooving. Oh, the harder we try, the more it seems that it's just not right. Yeah. Ooh, baby, this ain't gonna work. Baby, baby, yeah, yeah, yeah. This ain't gonna work. Ooh, baby, this ain't gonna work. Baby, baby, come on. Some changes. We share the same bed, but we're living like strangers. Yeah, yeah. Oh, and sure we get by, but if it ain't true, then we're living a lie, girl. Ooh, baby, this ain't gonna work. In de extra weekendgang. Ga je zo meteen al meer zingen voor ons? Heel graag, ja. Ik zeg een YouTube-filmpje. Ja. Van jou met je koor in Amsterdam. Op de spui. Een beetje multiply. Ja, wil je dat die doen? Ook. Oké. Okay. Ook. Nou, dus mag er nog twee doen. Van mij wel. Nou. Zit het ook in je eigen repertoire? Stevie Wonder dingen? Live bedoel je? Ja? Nee. Doe je covers? Ja, maar dat... Ja, multiply. Nou, ja, zo'n paar, maar... Ik vind het altijd heel tricky met covers of zo. Wat is dat tricky je, als aan je dan? Een cover doet, dat je een beetje een draaidraai moet kunnen geven om het je eigen te maken. En met Stevie, man, wat kan je daar nog van maken, weet je wel? Ja, maar misschien heb je hem te hoog zitten. Dat je te veel respect hebt eigenlijk, ja, voor hem om te doen. Ja, dat heb ik dus ook met Michael Jackson. Ik vind al die liedjes, of een heleboel van die oude... Ja, ben jij Michael Jackson fan? Ja, man, Off the Wall en Thriller en zo, dat vind ik wel echt... Je moet bij Michael Jackson, het is moeilijk misschien om door al die rare verhalen heen te prikken. Maar als je dat wel lukt, dan blijft er zoveel goede muziek over. Ja, dat is toch gewoon niet normaal. Echt? Ja. Die koortjes ook. Maar kun jij de moonwalk? Ja, die kan ik. Nee, echt waar? Serieus. Het is dan wel radio, maar ook een klein beetje tv. Ik heb gedacht dat ik Michael Jackson was. Echt waar? Ja, echt. Heb je ook zo'n witte, zo'n Mitella om je hand gehad? Die gaan we op mijn sokken doen, let op. Heb je Mitella om je arm gehad? Heb je een favoriete Michael Jackson muziek wat je erbij wil hebben, alleen? Ja, maar dat kan, ik heb ook een gat in mijn sok ook. Dat kan niet. Nee, ja, lekker belangrijk om op te zeggen. Maar je kan hem ook echt. Ja. Hij is een extra weekendversie van This Ain't Gonna Work aan het opnemen. Oh, ja. Vet. Kijk, hoi. Ja, cool. Bananen. Ja. kunnen we stiekem meeluisteren? Ja, doe even de deur. Oh, wacht. Oeh, het is weer weekend. Echt wel? Ja, nog een keer voor ons. Ja, doe maar even. Oeh, het is weer weekend. Oeh. Gerard en Michiel. Ja, sorry Paul, maar jij bent er één keer in, dus dat... Sorry. Net hoorde je al zijn single This Ain't Gonna Work Live. En nu gaat hij er twee achter elkaar doen. Ik ben echt, echt zo vereerd. Want wat is dit een muzikaal talent. Moeten we weer gaan zwaaien bij de deur? Vind ik wel leuk. Ach, even zwaaien bij de deur. Ja, ik ga even zwaaien bij de deur. Ja, even leuk. En dan komt die echo heel erg. Moonwalker er naartoe, hè? Zo. Ja. Goed hoor. Alleen de echt grote kunnen dat. Ja, ik begin gewoon te applaudisseren. Ik denk dat het wel helpt. Nou, prima. Woe! Places. I spend most of my days traveling around, babe. I took a lot of chances. I had romances all over town.
You don't fall in love, you just kiss and say goodbye. I have loved many missing me, but to say I didn't care would be a lie. I fell in love, yeah, 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 yeah. Every time, sing along with me. I fell in love. Weak heart of mine, mine, baby. I fell in love. Oh, every time. Multiplier. Hij gaat door, hè? Hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Here we are. Showing never used to be so hard. This heart again used to get those kicks for free. But now I'm towing the line. Ain't no way it'd be alright. Stuck between my shadow and me. But where the sun don't shine. No, I'm gonna tell you that I'm doing fine. Oh, I'm so tired, 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 so tired. I'm so tired. So tired, so tired, so tired, I'm so tired. One more time we sing, I'm so tired. I'm beating myself up. I'm gonna take a trip and multiply, baby, yeah. Please go under with a smile. One more time we go, I'm so tired. Yo, please go wonder with a smile. Fantastisch. Heel cool. Sluiter ging even bijna mis, maar het was fantastisch. Oh, wat gek. Goed. Alain Clark live in de studio bij Extra Weekend. Zal ik hem even laten horen, want hij is afgegramd en al. Oh, net. Ja, ja, net. Daar zit de banaan in, hoor. Ja. Het is weer weekend met Gerard en Michiel. Een hoop bananen. Oh, een hoop bananen. Hey, echt te gek dat jullie hier waren. Stuk ja, echt. Superleuk om hier te zijn, man.